Zoals u weet bent u zelf verantwoordelijk voor het bijvullen van uw cv-installatie. Nou, constateer ik hier dat de drukmeter op 1 bar staat. Nou, dat moet tussen de 1,5 en 2 bar zijn. Dus we moeten hem even gaan vullen. Maar aangezien ik hier geen vulpunten heb, en wel in de keuken beneden, gaan we naar de keuken toe. Maar voordat we beginnen met het vullen, trekken we eerst de stekker eruit van de cv-ketel en zorgen dat alle radiatorkranen in de woning openstaan.